Nog geen jaar geleden bezorgde Henk Vrezer Vitesse met de beker de eerste prijs in de clubhistorie. Nu, met nog 4 wedstrijden voor de boeg in de competitie, staat de coach ineens onder zware druk. This guy to bring the title in the team. Come on! Ja, ik bekijk het allemaal heel simpel als ik eerlijk moet zijn hoor. Ik ben niet zo overdreven emotioneel in dat soort zaken. Nuchter en ontspannen ondergaat Vrezer de situatie rond zijn positie. Terwijl de gesprekken gaande zijn, stond de coach vandaag gewoon op het veld. En schuwde zoals altijd ook het vuile werk niet. De clubleiding liet zich niet zien voor de camera's en gaf na het verlies tegen NAC alleen aan zich te zullen beraden. Vrezer deed dat wel. Heb je al iets gehoord over de gesprekken die op dit moment gevoerd zijn? Nee. Is totaal geen contact met jou geweest vanuit de clubleiding? Nee. Ontslag vind ik te ver gaan. Dat is voor mij direct geen aanleiding. Dat heeft hij ook, denk ik, niet verdiend. Dit seizoen verloopt echter zeer wisselvallig. En de laatste weken zijn de resultaten ronduit slecht. De play-offs om Europees voetbal staan op de tocht. Spelers die moeten presteren. Gebeurt dat niet, kom je op de bank te zitten. Toch? Trainers die moeten presteren. Wat de schuldvraag ook mag zijn. Ik ben er verantwoordelijk voor. Dus dan is dat ook logisch. Dus ik vind het eerlijk gezegd allemaal niet zo ingewikkeld. Het wachten bij Vitesse is mogelijk op de invloedrijke Rus Valérie Oyv in de Raad van Commissarissen. Neergezet door zijn landgenoot en eigenaar van Vitesse, Sikirinski. Vrezer bungelt ondertussen en krijgt waarschijnlijk morgen uitsluitsel. Zijn mogelijke opvolger is logischerwijs Edward Sturing, clubicoon die Vitesse al eerder onder zijn hoede had.